Een toestel van KLM is vrijdagavond teruggekeerd naar Schiphol omdat de piloten aan vreemde lucht roken in de cockpit. Het gaat om een cityhopper die onderweg was naar het Engelse Norwich. De piloten zouden olie of rubberachtige geur hebben geroken. Voor de zekerheid maakte de crew rechtsomkeert. Er is sinds deze week veel te doen om de luchtkwaliteit in de cockpits. Alleen al in Nederland zijn er zeker tientallen, maar mogelijk honderden piloten en stewardessen, onder wie van de KLM-groep, die lijden aan het aerotoxiek-syndromen, zo bleek deze week uit vertrouwelijke stukken die de Telegraaf kon inzien. Arcaflieg trad als de eerste vliegmaatschappij zelf naar buiten met de gevaren van giftige oliedampen in cockpit en cabine. Topman Steven van der Heijden kijkt naar manieren om zijn personeel te laten testen.